Ja, ik heb geen timer. Hoe lang hebben we nog? 14 seconden. 13, 14 12, seconden! 11, 10, Are you 9, kidding me? 8, 7, 6, 5, 4. Hallo mensen en welkom bij Fortnite Bingo. Samen tegen Wouter. Hallo Wouter. Samen tegen Wouter. Ja, Alright, we pakken het hem is aan, ik Deuken. en de kijkers tegen jou, Oh, Wouter. ik dacht wij samen tegen Wouter. Nee, we gaan tegen elkaar een potje bingo doen. Heb je er zin in, mijn Oh jongen? man, ik dacht dat we samen gingen. Nee. Kijk, dat is het hele ding van bingo. Iedereen voor zich. Oké. Nee, ja, ik heb er zin in. Ik ben al aan de drank geslagen hier. Ik heb echt een feestje. Check, alle flessen liggen nog op de grond. Oh jemig. Ja, we hebben een hele mooie bingo kaart bij elkaar geschraapt. Het is een beetje een ingewikkelde bingo kaart misschien voor sommige mensen, maar we hebben dus 20 minuten om deze items te verzamelen. En bijvoorbeeld bij een heavy sniper, als je een paarse hebt, die is iets zeldzamer in playground, dan krijg je dus, voor paarse krijg je 2 punten en voor een gouden krijg je 1 punt, omdat goud is iets meer common voor playground. Dus daarom hebben we gezegd, oké, als je een gouden versie van het wapen kan geven, bijvoorbeeld ook voor een scar, en het maakt niet uit of die sinus of niet sinus is, dan kan je die gewoon inleveren. En de persoon met de meeste punten na 20 minuten, die wint. Hey! Oké, Wouter, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, ik nog niet, want ik moet nog even van team wisselen. Oh, oh ja! Oh ja, want we mogen op elkaar schieten, of niet? We mogen ook nog op elkaar schieten. Dat is helemaal correct. Dat was ik even vergeten. Oké, zullen we zodra ik land meteen beginnen? Nou, dan wens ik jou succes. Let's go! Succes! Oh, ik zie hier gewoon gelijk een gouden shotgun liggen. No! Maar die moeten we niet zoeken. Nee, die hoeven we niet te hebben. Dat is een beetje het ding. Het maar zou je wel wilt hem leuk gewoon geweest meenemen zijn. Voor de collectie of zo. Ja, weet je, omdat we op elkaar mogen schieten, dacht ik wel van, nou, dat lijkt me wel een goed idee om een wapen dan bij me te hebben, toch? Dat is wel waar, ja. Maar oké, weet je, ik wil wel even met je afspreken. Laten we elkaar niet te veel tegenzitten. Want anders is het ook weer zo onaardig, weet je wel. Oh! Hallo. Hallo. Hey, drie elkaar schiet, jongen. Hey, ik wil hier niet te veel tegen zitten, maar een beetje mag okay, dat wel. Oké, misschien alleen op dit eiland dat we elkaar niet mogen aanvallen. Nou ja, oké. Dat vind ik is wel dat een een goede goeie? regel. Ja, dat is wel ja. een goeie, toch? Alle regels worden hier ter plekke gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Kijk hoor. Heerlijk. Oh, ik heb hier kissie. Nee. Ja hoor, we hebben de minigun. Dames en wat? Heren, Nee, heb je de paarse of wat? Nee, ik heb wel een legendary. Oké, een gouden. Nou, dat is prima, dat is prima. Ik heb snel. Ik moet wel even goed herinneren wat het allemaal is. Want je moet natuurlijk even weten waarvoor je kijkt. Yep. Ja, voor de SMG of een shield potion, daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Of een slurp had ik ook niet staan. Grappler ook niet. Jemig, wat hebben we een kutlijst. Echt? Wie heeft ja, het bedacht? Ik ben nog zo slecht in dat onthouden allemaal. Hey, nog een minigun, een paarse. Wat? Nou, mijn god. Ja, maar dan telt het maar voor 2 punten, hè? Omdat je dus. Ja, ja, de hoogste telt gewoon. Ja. Hadden we een C4 staan? Nee, we hadden geen C4 staan. Ik had de heavy shotgun of de double barrel shotgun op moeten schrijven. Want daar heb ik er nu ook al een paar ja, van die heb gevonden. Je. Ja, oh, echt al een paar? Ja, ik heb een paar zijn de gouden gevonden ervan. GG. Ik heb zover geen geluk. Dat is wel sad. Oh, deze heb ik wel nodig. Hallo, Rift to go. Oh, die worden volgens mij wel moeilijk, though. Ja, ja, maar het is ook belangrijk dat je het gewoon niet gebruikt, weet je wel. Want als je het gebruikt, dan kan je het niet inleveren, inderdaad. Want we moeten het op het eiland droppen om het in te leveren. Oh, en ik ben vergeten de 20 minuten timer te starten. Ja, that's just 19 great. Minuten, let's go. Echt, je zou denken dat bingo makkelijk is om op te nemen, maar no, no, no. Nee, echt hoor. Je moet zo over zoveel dingen nadenken. Even constant naar je lijstje kijken, weet je wel. Kijk wat er in die lama zit. Oeh, ik zie iets gouds. Oh, dat kan natuurlijk ook een Port of Fortress zijn. Kijk, je hebt die sniper, blauwe SMG, kampvuurtjes. Kampvuurtjes zijn wel heel belangrijk. Oh ja, ja we hebben ook die zijn chillers. Wel lekker. Chillers hebben we ook 10 van. Ja, die zijn wel chill. Spiky Stadium. Oh ja, die moet ik ook even gaan halen. Ik heb nog geen Roy Crate gezien. Ja, want die spannen alleen daarin, toch? Ja, die spannen echt alleen in die Roy Crates. Dus die moet je even goed spotten. Jij bent al best wel goed bezig, of niet? Rift go! Oh, nice. Nou ja, ja, ik heb nu... Ja, hoeveel telt het als je gewoon één iets hebt zonder dat het een special is of zo? Dat gewoon is 1 punt. Ja, ja, ja. Als je dus, hoe heet het? Bijvoorbeeld de 10 chitters hebt, dan is het 1 punt. Oké, dus dan ben ik wel echt lekker bezig met mijn, hoe heet dat? Met die paarse mini. Ja, dan heb je gelijk al 2 punten inderdaad. Die helpt wel lekker. Oh, ik moet echt nu echt een hele lastige gaan doen. Maar ik ben wel blij als ik er gelijk vanaf ben. Wat ben je aan het doen dan? Oh, je bent de auto naar boven aan het gooien. Helemaal niet. dan moet je wel even mooi vanaf blijven, mijn jongen. Oh ja, goed dat je het zegt.
Ja, dat gaan we niet doen, Wouter. Kom op. Mag je elkaar structures kapot maken? Nou, doe maar niet. Hè? Nee? Dat is niet zo aardig als je dat doet. Is het zeker? Wouter, alsjeblieft. No! Weet je het heel zeker? Wat? Fall damage? Huh? Ik heb daar niet eens geschoten. Maar mijn structure viel wel in één. Oh nee. Yo, ik had nog specifiek ingesteld in de regel of in de playground regels dat je geen fall damage kon nemen. Ja, maar ja, die dingen slaan nooit op. Nee, dat merk ik. Gamer. Oh, voel me echt lullig. Oh man. Het spijt me. Mijn leven. Ik ben zo slecht in evil zijn. hij voert de streek gewoon wel uit, maar vervolgens voelt hij zich zo schuldig. Ja. Welkom bij Wouter. Nee, maar ik wilde juist de tijd geven. Ik dacht, ik schoot helemaal onderaan. Dat hij zo helemaal van onder naar boven zo tjak, 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 tjak zou komen. Ja. Maar hij ging ook boven in één keer. Ja, dat was heel gek inderdaad. Hij collapse echt heel vlot. Ja, dat was niet de bedoeling. Het spijt me. Ja, maakt niet uit. Het is al goed. Het is al goed. Weet je, het is natuurlijk nog altijd wel een wedstrijd, hè? Dus, Dat is waar. En ik zie dat je alweer een nieuw hebt gemaakt erheen. Ja, maar schiet juist op die manier neer. Nee, je weet dat het anders echt gewoon met karma tegen je gaat werken. Ja, ik weet het. Daar ben ik bang voor. Hé, hey, nog een minigun. Oh my god. Wat voor kleur? Ja, goud. Heb jij nog geen minigun? Nee, ik heb er nog geen tegengekomen. Ik heb nog niet zoveel kistjes geloot om hier te zijn. Ik heb dan misschien wel een Port of Fortress. Maar ik heb nog niet zoveel geluk gehad. Maar ja, ik heb wel die ATK bijna in de pocket. Dus dat is wel fijn. Dat is inderdaad wel luxe. Ik heb echt nu al het idee dat kijkers al comments hebben geschreven van... Hey, je hebt dat item vergeten. Ja, altijd. Maar ja, dat is ook gewoon. Als je het speelt, dan zie je niet alles. Nee, precies. Zullen we trouwens gewoon met de ETK doen dat je het niet op het groene vlak hoeft te doen? Ja, wel eerlijk. Ik vind het helemaal goed. Oké. Okay. Oh, ik zie al dat je een Port of Fortress hebt neergegooid. Ja. Zullen we even te kijken. Ik zie opeens een Port of Fortress staan. Je hebt nog geen Royal Crate. Ik heb nog geen Royal Crate. Royal Crate. Goddammit. Royal Crate. Oh, wacht. Ik heb eentje van de lijst af. Hell yeah. Wat heb je? De blauwe SMG. Oh, die is wel nice. Ik kwam letterlijk op de grond tegen. En dat zijn ook van die dingetjes die je dan over het hoofd ziet, weet je wel. Ja, je kijkers zien dat wel voor je. Ja, en de kijkers zien het in de reacties. Maar wij niet. Ik heb ik heb niet één bingo video waar ik niet reacties heb van... Wouter, je hebt weer shit gemist. Ja, echt hoor. Ik mis altijd. Voornamelijk die vorige ging het echt alleen maar over één shield potion die ik had gemist. Dus dat is wel echt een beetje zonde. Oh! Ja, ik zie iets wat mijn aandacht trekt. Oh, shit. Ik wil eigenlijk ook die chitter gebruiken, maar dat kan natuurlijk niet. Oh, man. Nou, je kan er wat meer halen. Ja, als ik er meer dan 10 heb, dan kan ik ze wel gebruiken. Maar je hebt zover, dus even kijken. 1 item? 2? Ja, nee, ik heb de machine gun heb ik echt helemaal compleet. Heb ik de beste variant. En dan heb ik wel een rift, heb ik ook. 1, maar nog niet meerdere. Voor de rest even kijken, blauwe SMG, kampvuur. Oh, heb ik geen... Oh, ik heb wel ook dat ik met kampvuurtjes bezig ben. Oké. Ja, ik... kampvuurtjes is best wel moeilijk, want dat zijn er hoeveel? 4. 4, oké. Nee, dan zit ik eigenlijk best wel op de helft al. Ik was heel veel bang dat ik 10 had ingevuld. Ik weet niet eens meer waarom, maar... 10 kampvuurtjes, goedemorgen. Ja, en dan ben je wel even zoet, ja. Oh, hier zit gewoon een kistje. Weet je wel, die plekken van de totems? Ja. Daar hebben ze nu dus, op een van die plekken hebben ze dus een auto ondersteboven neergezet. Aha. En daar hebben ze dus nu een kistje weer opgegooid. Omdat ze natuurlijk die 3 kistjes hebben weggehaald. Vind ik wel jammer nog altijd hoor. Blauwe AR ook erop stond, maar die staat er niet op. Launchpad, gouden shotgun hebben we allemaal niet nodig. Minishields ook niet. Grapplers ook niet. Grapplers waren wel leuk geweest eigenlijk. Ja, daar ben ik wel veel al van tegengekomen. Ja, precies. Je komt ze veel te vaak tegen. Ik heb een groene SMG. Come on. Ah ja, dan kijk, dat gaat lastig worden jongen. Ja, blauw is wel een moeilijke. Ja, sowieso. Blauw is wel een lastige. Nog een crate, nog een rode crate. Maar ik heb al een Spiky Stadium. Eigenlijk moet ik even in gaan leveren of zo. Duidelijk vind je allemaal items en dan kan je die meenemen, weet je wel. Ja, dat zou zuur zijn. Want de tijd gaat snel hoor. Oeh. Ja, moet ik even checken hoeveel we hebben? Scar, yeah boy. Oh, een Scar? Nee. Ja, suppressed. Oh, welke kleur? Goud. Ah, dat is 1 puntje. 1 puntje, maar het is toch een puntje. Het is zeker weten een puntje. En je hebt nog 11 minuten. Hier nog een normale Scar. Maar die staat er niet op, hè? Nee. Jij hebt die Spiky Stadium zeker ook al? Nee, die eigenlijk niet. Oh, want ik zie echt... Ik zag 2 rode crates op een rij. Ik dacht, die heb je wel waarschijnlijk inmiddels gepakt. Nee, ik moet zeggen, ik heb er ook niet heel erg naar gezocht, maar... Ah, ja, die kom je ook wel tegen. Die is niet heel moeilijk, denk ik. Kijken, wat zit hierin? Oh, een gouden Scar. Oeh.
Maar suppressed car of? Ja, suppressed. Oké. Okay. Dus dat maakt op zich geen verschil. Hoe lang hebben we nog? Ja, ongeveer 10 minuten. Iets minder misschien. Time goes by so quickly. Ja, en het punt is, je moet het ook gewoon op tijd natuurlijk in het vak hebben. Want als we onderweg zijn, dan ben je te laat. True that. Dat kan ook natuurlijk nog, dat is ook een ding. Ik heb nu op zich... Ja, shit, ik wil die blauwe SMG. Oh, ik zie daar de rode ballon. Oh. Rode ballonnen. Hier zijn chillers. Bouncers hebben we ook nog. Ik zit nu echt lama's te jagen. Dat is mijn hoofddoel. Ja, dat mijn is ook mijn tactiek. Beetje. Oh, nog één. Hell yeah. Want we hebben zoveel chillers en shit die we moeten hebben. Ja, precies. Die chillers en die kampvuurtjes krijg je eruit. Kijk, C4 staat er niet op, nee. Ah, ik heb gewoon geen geluk. Ik heb nu net twee lama's geopend. En ik zit nog steeds niet op mijn doelen. Even kijken. Wat de heck? Ik heb zo'n stadion. Oh, hier. Spiky Stadium. Hey, got him. Hey, niet gooien. Anders ben je de lul. Ja, ze zijn niet super zeldzaam. Ik heb ze een keer opgestapeld tot maximale bouwhoogte. Maar ze zijn ook wel vervelend als ze uiteindelijk een beetje opraken, weet je wel. Ik ben benieuwd of ze binnenkort weer een nieuwe minigame in zo'n bal stoppen. Ook heel benieuwd, inderdaad. Sowieso wat de volgende gaat zijn. Want gaan ze het doen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, denk het ook wel. Maar wat is de volgende? Ja, misschien komt er binnenkort weer een grote playground update of zo. Ja, op zich vind ik het hele idee van je kan health instellen. De gravity of de dag- en tijdzones en zo. Aha. Dat is al heel wat op zich, vind ik. Ja, al werkt het nooit. Nee. Zeg maar als ik het instel, dan reset het altijd. Ja, dat is dan weer het nadeel, inderdaad. Yo, maar je bent in retail geweest, joh. Nee. Nee? Oh, iemand anders wel namelijk. Oh, wie is dat nou weer? Gewoon de derde speler in de lobby, dat zou het zijn. Ik ben wel oprecht benieuwd waar jij bent nu. Ja, ik weet het ook zelf niet echt. Alles gaat waar ben je in Fortnite, Wouter? Heb je niet waar zo'n video gemaakt? Waar ben ik in Fortnite? GeoGuessr. Ja, echt hè? Heb je niet zo'n video gemaakt? Hallo? Ik heb dat helemaal gemist, maar ik denk dat het kwam omdat ik op vakantie was. Ja, volgens mij was dat inderdaad toen je nog in Tenerife was. Ja, dan mis je dingen. Het is wel echt, als je daar zit, dan zie je opeens... Yes! Oh, God. Ik heb een paar scar gevonden. Wat? No! Extra punten. Ja, ik wil net zeggen, dat is wel nice voor de puntjes. Oké, wacht, ik moet wel even de tijd in de gaten houden. Dat was 7 minuten 22. 7 minuten, oké, dus rond 30 moeten we... Ja, dan moet je wel een beetje terugkomen. Oké. Dat is wel aangeraden. Aangezien je op tijd wil komen en je spulletjes wil inleveren. Dat is wel het plan. Mm-hmm. En waar moesten we die auto neerzetten? Gewoon op het eiland boven, zeg maar. Hoeft niet specifiek op één plek. Oké, ik heb Heb de kampvuurtjes gecomplete. Oeh, lekker dude. Ik weet niet of ik er nu net twee heb opgepakt of dat ik hem al had gecomplete, maar ik heb hem in ieder geval, dus ik mag hem afstrepen. Alright, ik heb mijn golfcar ingeleverd. Oh, dus je zit op het eiland. Yep. No! Ik dacht, ik ga dat nu doen. Ja, nu ik niet in de buurt ben. Nee, ik had hem moeten neerschieten. Yep. Oh, wat smerig. Yeah. Ben ik boos op je, Wouter. Oh, nee. Jawel, ik ben hartstikke boos op jou. Come what you want. Wat is de inzet? De inzet? Geen idee. Paarse scar? Oeh. Dat zou nog wel leuk zijn, dat je een beetje kan dealen of traden hierin. Ja, precies. Ik heb verder hier niks van nodig, volgens mij. Oké. Ik heb mijn chillers gecomplete. En nog meer. Kijk, ik neem het nu gewoon van jou af door dit mee te nemen. Ja, nu kan jij het niet meer oppakken. Dat is mijn hele tactiek. Wat heb je meegenomen? Misschien heb ik het al. Gewoon de lama's en de loot ervan. Oh, zo. Dus mocht jij de chillers en de kampvuurtjes nog niet hebben, dan heb ik... Nee, die heb ik allebei al. Rift to Go moet ik nog een keer. Ja, dat is echt even kut. Ja, die Rift to Go moet ik ook nog even pakken. Gewoon even een tweede, weet je wel. Het is niet zo heel ingewikkeld, zou je denken. Oh, ik hoorde ook iets vallen hier. Een heavy sniper. Oh! Jemig! Wouter! Hallo! Hey joh, doe eens normaal! Mafkees! Mafkees, joh! Meer. Oh mijn hemel, nee. Ik heb helemaal geen goede wapens. Aha, je hebt je scar zeker achtergelaten. Ja, die heb ik ingeleverd. Oh, you fool. I am a fool. Ho, wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? What is he doing, people? Oh, hier heb je nog wel de bouncers. Ja. Oh nee, ik miste alles. Hé, hey, je mag mijn loot niet oppakken, hè? Je mag mijn loot niet oppakken. Oh, mag je die oppakken? Nee. Doe maar wel op de items die ik had. Shit. Hoeveel kampvuurtjes had ik? Ik had er 2, denk ik. Ja, ik had er 5, dus Nee, maar dat is wel een ding. Zeg maar, de bedoeling was eigenlijk met de regel dat je elkaar mocht killen.
Ja. Dat je geen loot zou droppen. Dat je elkaar alleen maar een beetje mocht vertragen. Ah, ik snap het. Maar niet dit, zeg maar. Ik heb alles teruggegeven als het goed is, toch? Nee, je hebt wel chillers gejat. Maar dat maakt niet uit. Die mag je hebben, oké? Okay? Oh, maar de chillers had ik al completed. Oh, oké. Okay. Nou ja, je had me al verslagen, weet je. Dan krijg je dat nog. Ja, ik had de chillers, die had ik zelf al gecomplete. Dus ik had oké, oké. Ja, dat was een beetje het ding. Zeg maar, het doel was meer van, oké, okay, als je dus gekilled bent, dan moet je dus naar beneden gliden. En je bent sowieso, je kan de ander een beetje, tijd rekken. Maar het was niet echt de bedoeling dat je loot zou droppen als je dood zou gaan. Oh ja, dat is natuurlijk die custom ding. Die instelling die niet is aangepast. RIP. Jongen, epic. Update je game. Ik ben heel benieuwd hoe we staan qua... Ja, ik kan het checken nu, hè. Even kijken, ja, de chillers, de minigun, de scar. Heb je de border rifts al? Of de rifts? De rift to goes. Ja. Nee, die heb ik niet. Oké. Okay. Ja, ik zie er wel eentje in je hokje liggen. Ja, dat is er één inderdaad. Het zou grappig zijn als er eigenlijk gewoon nog iets op dit eiland ligt, weet je wel. Dat yep. We dan nog zoeken. Oh nee, ik zie kampvuur. Yes, ik heb hem. No! Oké, okay, we hebben nog 2 minuten en 40 seconden. No! We gotta go fast. Ik ga lama's jagen. Want nee, we moeten er zijn, toch op die tijd. Of niet? Nee, je hoeft er niet te zijn. Maar als je de items die je in je inventory hebt, nog in je inventory hebt, zeg maar. Dan heb je ze niet op tijd ingeleverd en tellen ze niet mee. Items die je als de items niet tegen de eindtijd in het hok liggen, dan tellen ze niet mee. Dus je moet ze ingeleverd hebben. Ja, oké. Okay. Dus het meest ideale is inderdaad om terug te zijn tegen die tijd. Ik heb de Rift to Go erbij gekregen. En ik zoek nu eigenlijk nog de sniper. Snipertje. En dan ben ik eigenlijk bijna klaar. Ja, dan heb ik bijna klaar? Alles. Wat de heck? Oh nee, wacht. Ik moet de minigun dan ook nog. Laat maar. Oeh, ja, ik heb de Scar, ik heb de SMG. Dan heb ik de ATK, Rift to Go, Spike Stadium en Chitters. En kampvuurs. Ik heb best wel veel. Yes! Oh my god. Oké, okay, ik ga nu gewoon inleveren. Nee, je hebt de machine gun of niet? Ik heb een hele mooie machine gun. Oh, I knew it. Want er lagen er... Ik heb er 4 gevonden. Oh, echt waar? Ja, ze lagen overal. Oh my god. Ja, ik zie hier ook dat je nog impulses allemaal hebt gedropt. Oké, ik heb net ook weer iets gevonden. Oh nee, ik moet even vaart maken. Hoppakee. Hoppakee. Rennen. We mochten niet meer op het eiland schieten, toch? Nee. Oké. Ik moet echt rennen voor mijn zakgeld. Ah, ik vind het zo balen dat ik die blauwe SMG niet heb. Ja, dat gaat je wel kosten, ja. Kijken, ik ben er bijna. Oké, nog 49 seconden, Wouter. No! Ga je dat redden, of niet? Shit, ik heb bijna per ongeluk een kampvuur neergezet. Oh, dan was je echt de lul geweest, of niet? Dan was ik echt de Sjaak geweest. Oh my god. Deze erin, deze erin. Oké. Ja, die ATK die staat bij mij gewoon op het eiland. Ja, dat is prima. Dus dat telt denk ik dan wel. Ik kan nog wel proberen in 20 seconden iets te gaan pakken, maar ik ga dat niet redden, denk ik. Ja, ik heb geen timer. Hoe lang hebben we nog? 14 seconden. 13. 14 12, seconden! 11. 10. 9. Me. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Oh! 2. 1. Stoppen, stoppen, stoppen! Oh my god! Jezus, wat was dat voor een timing? Oh. Wat de hel, Wouter? Oh my god! Oh, oké, weet je wat? Ik ga het je ook gewoon geven voor de credit. Alles wat je zojuist in je inventory hebt meegebracht, telt. Jee, nou, ik heb alles gedropt, maar... Oké, nou, zullen we dan maar eventjes gaan tellen? Ja, laten wij gaan tellen. Oké, wat heb jij allemaal? Ik heb... ik ga wel van boven naar beneden in het... Wacht, hoe heet dat? Wouter. In het lijstje. Nummer 1, de Chillers heb ik. Nummer 2, de Spike Stadium heb ik. Nummer 3, de Rift to Go heb ik er 1 van. Oh, de 1 van. Oh, dan telt hij niet mee. Ik heb de ATK heb ik. De Heavy Sniper heb ik niet. De blauwe heb ik niet. Mm-hmm. De SMG. Ik heb de Scar, die heb ik wel. Dat is goud, hier. Dat is goud, dus dat is 4 punten. Kampvuurtjes heb ik hier liggen. Die had ik echt net op het laatste moment gevonden. Ja. En ik heb een paarse minigun. Oké, dus dan heb je 7 punten in totaal. Wow, applaus! Goed gedaan, mijn jongen. Van de 9 items, 7 punten gehaald en je had er 6, volgens mij. Ja, okay. Kan wel. Dan ga ik even kijken. De Chillers heb ik. Ik had de Spike Stadium. Ik had de Rift to Go. Ik had de ATK. Ik heb niet de Heavy Sniper. Ik had de SMG. Ik had de Paarse Scar had ik. Dus dat zijn 7 punten. Oh, moest hij niet suppressed zijn? Nee, hoefde niet per se. Want heb jij nu een paarse silence geskipt?
Nee, misschien een paarse kar, maar maakt niet uit. Oh, oké. Maar ja, ik kan je anders nog wel een bonuspunt geven. Maar ik heb het kampvuur en de minigun, dus dat betekent dat ik 9 punten heb. En dat betekent dus dat ik heb gewonnen. No! Dus dat ene puntje had dan net niet uitgemaakt, maar dan was het wel spannender. Want we hebben ik nu dus met 9-7. Ik had zoveel potentie. Ja, je had het wel goed gedaan, Wouter. Je hebt het goed spannend gemaakt. En je timing was wel echt ultiem. Ja, die was amazing aan het einde. En je had een 1v1 van me gevonden. Dus dat vond ik ook wel knap van je. Ja, jongens. Doe even een duimpje omhoog voor... Wat? Ja. Waarom ging die kant op? Dat is een bug. Doe even een duimpje omhoog voor Wouter. Zijn mooie bingo skills. Wie wil je dat ik de volgende keer uitnodig? Laat even achter in de reacties. En abonneer natuurlijk even op ons beiden. Door even te klikken in de beschrijving of zo. Tot de volgende keer. Later.